Hey topper, kanjer, super, super, super. Leuk dat je hier weer bent. In de ratrace na de vakantie en helemaal de balans kwijt. Je vakantie lijkt al maanden geleden. Ik spreek de afgelopen periode veel vrouwen die hier tegenaan lopen. En ikzelf zeker af en toe ook. Waarbij ik heel goed bij machten ben om het tijd te keren. En ik dacht, weet je, dit is wat ik met jou wil delen. Omdat ik het heel vaak zie bij vrouwen dat ze hier heel veel moeite mee hebben. En wil je een succesvol bedrijf, dan begint de basis bij jou. En wil je gelukkig zijn in het leven, in balans leven, dan begint de basis bij jou. Dus ja, ik wil je daarin meenemen van, goh, wat is nou daarin belangrijk? Hoe creëer je nu het leven wat jij graag wil? Hoe creëer je een succesvol bedrijf? En hoe match dat heel goed samen? Of je nou nog geen bedrijf hebt, of dat je al gestart bent, of dat je al ver gevorderd bent. Het maakt niet uit in welk stadium dat je zit, want hier loopt iedereen tegenaan. En ik praat altijd over een harde stem in je hoofd en een zachte stem in je hoofd. En deze is key in dit proces, want als je druk bent, dan neemt die harde stem in jouw hoofd de overhand. Dat wordt ook heel vaak ego genoemd. Ik noem het vals ego, want je ego is per definitie niet verkeerd. Dat is je beschermingsmechanisme. Maar vals ego betekent dat jouw harde stem in je hoofd je wil waarschuwen voor dingen die niet gevaarlijk zijn. Nou, dan denk je misschien aan beschermingsmechanismen, aan gevaar. Maar ook brengt die bepaalde druk mee. Dus niet alleen maar puur heel groot gevaar, maar ook bepaalde druk dat dingen af moeten. Dat dingen perfect moeten. Dat dingen, dat je het zo druk hebt. Dat dingen maar op blijven stapelen. Dat je to-do-lijst alleen maar langer wordt. En dat is, je hoort het al als ik het uitspreek, dat is best wel een stem die heel erg aanwezig is in jouw hoofd. Aan de andere kant hebben we een hele zachte stem in ons hoofd, of in ons gevoel, die fluistert van, oh, dit zou ik zo graag willen, of hier verlang ik naar, of hier kijk ik zo naar uit, of goh, als ik dit toch eens kon doen. Nou, je hoort het verschil al in mijn intonatie. Wat gebeurt er nu in periodes dat we heel druk zijn, dat we niet lekker in ons vel zitten, dat we het beu zijn met wat we aan het doen zijn, omdat we er niet meer gelukkig van worden. Omdat de dingen, als je met je business bezig bent en het lukt niet, dan zwem je allemaal tegen de stroom in. Je bent tegen jouw energie in aan het gaan, terwijl je wil met de stroom mee. Je wil met jouw energie mee dat het voor je gaat werken in plaats van tegen je. Nou, wat daarbij heel belangrijk is, is dat je dit gaat herkennen van jezelf. En ik heb mezelf een dagritme aangeleerd, waarbij ik elke dag in de flow kom van mijn energie, hoe het voor me werkt. Een flow van positieve energie. Een flow van positieve gedachten. Om mezelf te helpen het leven te creëren waar ik zo naar verlang. En dat is dat ik opsta. En adem dan een paar keer diep in en uit, zodat ik meer naar mijn gevoel ga in plaats van in mijn hoofd blijf zitten. Als je heel veel nadenkt en die harde stem in je hoofd hoort, dan zit je vaak ook heel hoog in je ademhaling. Terwijl als je je ogen sluit en even een paar keer diep uitademt, dan kom je meer in je gevoel. En ik zet dan intenties hoe ik die dag wil leven. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld woorden zijn als veiligheid, gezondheid, bewustzijn, vanuit het nu leven, want daar gaat het ook heel vaak fout, is dat we al bezig zijn met de toekomst of bezig zijn met het verleden en spijt hebben, terwijl de kracht van creëren in het leven wat je graag wil, ligt in het nu. En angsten komen bijna altijd vanuit de toekomst en het verleden. Dus wil je van angst af, wil je van druk af, dan is het heel erg belangrijk om in het nu te blijven. Makkelijk gezegd dan gedaan. Maar hoe meer je jezelf dus zegt
en een intentie zet van ik wil in het nu leven, hoe meer je bewust wordt van die bewoording en hoe meer je ook daarna streeft om dat te gaan doen. Nou, denk verder ook aan woorden als leven vanuit liefde, positiviteit, dankbaarheid, oordeelloosheid, overgave, overvloed, innerlijke rijkdom, dat je van binnen gelukkig bent, dat je wil leven vanuit vergeving, vanuit financiële rijkdom en overvloed, en financiële rust en balans in je leven. Nou, dat zijn bijvoorbeeld een aantal kernwoorden die je zou kunnen gebruiken. En als je die elke dag zet, dan word je ook veel meer bewust van die bewoording die voor jou belangrijk is. Dus kies daarin woorden die voor jou resoneren, die bij jou passen, bij hoe jij wil leven. Nou, en als je dat 's ochtends hebt gedaan, ja, ik heb een aantal jaar geleden ben ik dit al gaan doen. En voor mij is het heel normaal om elke dag dit te doen. Ik kan niet de dag beginnen als ik dit niet heb gedaan. Dus het is heel belangrijk dat als je dit gaat doen, om meer rust te creëren in je leven, om een succesvol bedrijf op te zetten, dat je dit elke dag gaat herhalen. Als je het zoveel dagen hebt herhaald achter elkaar, de een zegt 21, de ander zegt 30. Nou ja, anyway, het gaat erom dat je het elke keer herhaalt, dan wordt het een gewoonte. En gewoontes, ja, die slijt je eigenlijk in je neurobanen, in je banen van jouw hersenen. Alle gewoontes zijn daarin opgeslagen als patronen. En je kunt altijd een nieuw patroon in je leven creëren. Dus dan slijt je een nieuw neurobaan in je brein in door herhaling. En dan kunnen oude gewoontes ook vervagen. Dus zo kun je nieuwe gewoontes jezelf aanleren en oude gewoontes doen vervagen als je daar graag vanaf wil. Nou, en een tip daarbij is gedurende de dag, en zeker als je druk hebt, zet voor jezelf een wekkertje voor een aantal micropauzes. En in die micropauzes sluit je gewoon even je ogen of bij wijze van met je ogen open. Je ademt een keer flink diep in. En je ademt flink uit. En als je dat een paar keer doet, dan kom je ook weer meer in je gevoel. En terwijl dat je dat doet, of daarna, ga je eens naar, hey, hoe gaat het nu met mijn mind? Wat hoor ik nu? Hoor ik die harde stem die maar loopt te blaren? Hey, je moet dit nog doen, je moet dat nog doen. Oh, vergeet je dit niet en dit moet perfect en bladibladibla. Of hoor je die zachte stem? Nee, weet je, doe het maar op jouw tempo. Alles komt goed. Ik zou dit graag willen, want als je dat volgt, dat is jouw energie. Dan gaat het voor je werken. Dus die rustige stem gaan ontdekken. Want zeker als je hierin nog niet zo getraind bent, kan het zijn dat als je iemand bent die veel in zijn haar hoofd zit, moeilijk vindt om die zachte stem te horen. Micropauzes, 1 tot 3 minuten bij wijze van. En dan ja, een aantal keer per dag. Dat helpt je al om meer bewust te leven. En dan sluit ik de dag altijd af met dankbaarheid. Dus waar ben ik die dag dankbaar voor? Ook weer de basis, de ademhaling, om weer in je gevoel te zakken. En voor de mensen die al wel vaker bezig zijn geweest met gronden, dan grond je dus ook. En als je dat nog nooit ervan hebt gehoord, nou, dat is een stukje die ooit, die gebruikt wordt in de meditaties. Bijvoorbeeld om jezelf dichter bij je gevoel te brengen. Dan maak je dus soort van bij de uitademing een lange wortel via je voeten naar beneden, naar de kern van de aarde. Dat helpt je om dichter bij je gevoel te komen. En als je de dag daarmee afsluit met die ademhaling, dan ben je ook dankbaar voor wat er die dag allemaal is gebeurd. Hoe klein ook, hoe groot ook, hoe shit dag het ook is geweest, benoemen positief, waar ben je dankbaar voor. Nou, dit dagritme zorgt ervoor dat je veel meer bewuster gaat leven. Bewuster bent van de dingen die gebeuren in je leven. Je bent veel meer bezig met positiviteit. Want wat je aandacht geeft groeit. Dus als je steeds tegen jezelf zegt, goh, ik heb een grote to-do-lijst. Dan krijg je negativiteit. Het is de kunst van het draaien van je gedachten. Of ook wel omdenken genoemd. Ik ben heel erg fan van het positief denken. Om regie te krijgen in jouw leven. En als je dit doet en een succesvol bedrijf wil, dat het ligt in elkaars verlengde. Want
succesvol bedrijf komt niet door puur hard te werken. Als jij jouw hart niet volgt, als jij niet doet wat bij jou past, gaat het niet werken. Daarom is het zo belangrijk dat jij veel meer bewust bent van wie je bent, wat je voelt, wat je heel graag wil. En daar helpen deze technieken bij. Want als je dan die keuzes gaat volgen, weet ik uit ervaring, been there, done that, dan gaat het voor je werken. En dat is vaak het meest lastige, is de vraag, wat wil ik? Waar verlang ik naar? Wat is zo belangrijk voor mij? En daar kom je alleen door dit soort dingen te doen en veel meer bewuster in het leven te gaan staan. Ja, ik was even aan het denken. Wil ik daar nog verder iets over zeggen? Ik denk dat het voor nu gewoon heel erg belangrijk is dat als je dit heel graag wil creëren, hè, een goede balans in je leven, een succesvol bedrijf, dat je dagelijks aandacht gaat schenken aan deze punten. Ik wens je heel veel plezier en succes. En het laatste wat ik nog wil zeggen is, wees lief voor jezelf. Wees zacht naar jezelf en geef jezelf de tijd. Want dat zijn wel twee sleutels in het leven die je heel veel gaan brengen. Door geduldig te zijn, het wel te gaan oefenen, maar jezelf niet af te straffen als het niet steeds lukt. Dus wees lief naar jezelf en geef jezelf de tijd. Want je vals ego wil alles nu, nu, nu. En dat is niet realistisch. Hey, hele mooie dag, avond of nacht.